It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij een nieuwe video. Yo, mijn kanaal is Chesto en vandaag hebben we de laatste map pack review, namelijk van de Super Messi DLC pack. Dit is een map compound en het is een playing game. Maar dat kunnen wij natuurlijk wel goed gaan maken door lekker beast te gaan. Speel met de bal 27 op zin is Teach Silencer, voorgrip en de stock attachment. Dus, als je deze video natuurlijk nou leuk vindt, ram dan even op de blauwe duimpje omhoog. Helpt me natuurlijk enorm. We gaan kijken of deze mensen even een beetje kunnen gaan ownen. Want mijn teammate heeft al streaks, dus het ziet er goed naar uit. We gaan gewoon kijken of we ook onze streaks kunnen gaan halen. Weg daar. Oh, lekker teammate. Dat was mijn kill. Niet jouw kill. Ik moet nog ongeveer 3,5 kill. En dan heb ik een system hack. Of een UAV. System hack heb ik nu over 4,5 kill. Dat houdt dus in gewoon een kill en een assist. Kom op, waar zijn jullie? Let's go, mijn UAV binnen. Dan gaan we deze eventjes. Oh, ik heb mijn system nog niet. Nee, die haal ik ook niet. Ah, shit man. Dat is jammer. Ik wist dat hij daar aangekomen, maar hij heeft een HBR3 Insanity. Maar die is iets beter dan de bal op zijn instiet. Want, de Insanity heeft iets meer damage. Maar ja, daar kan ik ook niks aan doen. Ik heb de Beerfist wel gepakt. Ik weet niet of hij gepakt zegt of gedropt. Het heeft natuurlijk een supply erop. Dus ik denk dat het eerder gedropt is. Maar ik weet niet zeker. Maar hij is al dood. Even teammate. Oh, daar zit er één shield. Die had ik helemaal niet gezien. Hij zag ons blijkbaar ook niet. Oh shit, en hij zag mij wel. Maar we gaan best wel lekker op deze map, jongens. Zonder jollen. Oh. Ah. Teammate stond daarnaast en keek naar hem. Maar hij killde hem niet. Maar waarschijnlijk heeft hij hem nu wel gekillt. Want anders zou het wel heel erg slecht zijn van mijn teammate. Maar dat maakt natuurlijk niet uit als hij het niet heeft gedaan. Het is nog steeds heerlijk weer. Ik neem deze video's natuurlijk allemaal achter elkaar op voor de Supremacy DLC map. Maar het is nog steeds lekker warm in ieder geval. Lekker teammate. Ik schrik af en toe echt. Wow. Ik schrik af en toe in deze map. Staan van die poppen. Even kijken, ik weet niet of ik het kan laten zien. Niet. Ja, dat is een echt iemand dus. Even kijken, volgens mij staan hier een paar. Kijk, zo'n pop daar zo. Daar schrik ik af en toe echt nog wel kapot van. Leunt natuurlijk gewoon om een enemy. Had je wel het verschil als de ene beweegt en de pop beweegt niet en de enemy beweegt wel. Nou, dan weet je wel 9 van de 10 keer het verschil. Maar alsnog. Dat maakt niet beter. En trouwens, nu dit opnemen is het wel best wel laat. Het is bijna 22:30. Vandaar dat mijn licht niet echt heel erg licht is. Maar ik heb gewoon mijn softbox alleen aanstaan. Omdat ik geen zin heb om nog meer licht aan te doen in mijn kamer. Maar alsnog ziet het er wel mooi uit, vind ik, met de softbox. Kom op. Nog 5 kills en dan zit het potje er alweer op. Wow, nee! Ah, dit is zonde, man. Ging nog even dood door bullshit. Kom op, waar zitten jullie? God damn it, jongens. Ach, jammer zeg. Let's go. Ik heb de final kill. Ik heb hem gewoon. Alweer. Wat een eindscore. Voor mij 20 om nog wat.
Kom op. Laat zien. 22-7 is de eindscore. Hier mijn final kill kan natuurlijk met mijn bal op zin in. Steed. Maar, mocht jullie natuurlijk genoten hebben van deze video, laat dan je blauw duimpje omhoog achter natuurlijk. Helpt mij natuurlijk enorm. Als we die 40 likes weer kunnen smashen, dan ben ik gewoon weer helemaal happy. Dus, rang op die blauwe duimpje. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende video. Al meer of meer. En tot de volgende keer, mensen. Later.